Het twinningproject Kraka Opobaka is vanmorgen in het auditorium van het Psychiatrisch Centrum Suriname afgesloten. Het Kraka Opobaka was een project van Stichting Ypsilon en het Trimbos Instituut. Het project was bedoeld om mensen met een psychisch probleem te helpen herstellen door empowerment. Wilma Boefink is ervaringsdeskundige bij het Trimbos Instituut. Boefink zegt dat de afgelopen jaren psychiatrische patiënten zich hebben ontwikkeld tot deskundigen in het helpen overwinnen van psychische problemen. Dit doen ze met behulp van materiaal uit Nederland, waaronder het herstelwetboek. Dit wetboek hebben zij aangepast aan de Surinaamse cultuur. En daar in dat werkboek is nu de cultuur van Suriname, dus kunnen met dat werkboek verder. Wat we ook hebben gedaan is in april van dit jaar zijn 6 mensen naar Nederland gekomen. Die hebben daar 2 weken zo intensief geleerd, rondgekeken, gewerkt met de Nederlandse ervaringsdeskundigen, psychiatrische patiënten, gezien wat we daar doen. En die ervaringen en die kennis hebben ze weer mee teruggenomen naar Suriname. En ik ben nu deze week hier en ik heb gezien, dat zijn pareltjes. We werken nu met 6, met een kopgroep, een pioniersgroep van 6 mensen die ervaring hebben in de Surinaamse psychiatrie. Die zich echt ontwikkeld hebben tot ervaringsdeskundigen. En deze week hebben ze trainingen gegeven aan cliënten, familieleden, verpleegkundigen. En het sloeg in als een bom. Het project is gefinancierd door het twinningproject van de Nederlandse overheid. Usha Schaalwijk-Durga, coördinator van het twinningproject, zegt dat het Kraka Opobaka-project belangrijk is voor Suriname en ze hoopt dat het zal blijven bestaan. Kraka Opobaka is heel belangrijk voor Suriname en ik hoop dat het zal lukken om groter te worden, want we hebben heel, de doelgroep is erg groot en alleen kunnen ze het niet aan. Ja. En dat de mensen hun weg zullen vinden naar Kraka Opobaka, maar ook dat de families zullen helpen om deze stichting te ondersteunen. Met niet thuis te zitten, maar te helpen. Wat kan ik doen? Want het is ook mijn kind, het is ook mijn familielid. En dat hebben ze nodig. De familie is belangrijk voor deze doelgroep. Vrienden, buren, iedereen, maar de familie. En de familie moet eigenlijk met elkaar, met de stichting Ypsilon samen zeggen, wat kunnen we voor onze kinderen doen? De projectcoördinator van de twinningfaciliteit, Usha Schaalwijk-Durga. Ze benadrukt het belang van de familie bij het herstel van de psychiatrische patiënten.